Wij zijn eigenlijk al heel lang vrienden. We hebben middelbaar altijd samen in de klas gezeten. En toen zijn we dus gaan verder studeren en ja, toen is Something Smooth ontstaan. We zijn begonnen met het ontwikkelen van de pallet, wat dan houten portemonnees die je volledig kan laten graveren en personaliseren. Dan hebben we meegedaan aan wedstrijden. We hebben toen de wedstrijd van Vlaio gewonnen en de Hyundai Brilliant Young Entrepreneur Award. En dat was voor ons zo het teken van bovenaf van oké, jullie moeten er echt mee beginnen. Jullie moeten beginnen met ondernemen. De business momenteel is het best aan het gaan dat we al gehad hebben. Momenteel verkopen we in 22 landen. Liggen we in België over heel Vlaanderen, meer dan 12 winkels. Wat er leuk is aan ondernemen, is dat je enerzijds natuurlijk je eigen baas hebt. Dus niemand staat achter je te zeggen dat je moet dat doen, maar ook gewoon dat je eigen creativiteit de vrije loop kunt laten. Sinds vorig jaar hebben we ook houten zonnebrillen op de markt gebracht. Deze ontwerpen wij helemaal zelf. Ze zijn dus helemaal uit hout gemaakt. Dit jaar hebben we eigenlijk ook voor het tweede jaar dan een nieuwe collectie uitgebracht. We zijn ook nog van plan om dat volgend jaar opnieuw te doen. Wat tips die ik heb voor starters en toekomstige ondernemers is dat je heel goed je businessplan moet voorbereiden, heel goed je financieel plan moet voorbereiden, maar dat je ook niet mag blind staren daarop.